Ooit was het leven van de man simpel. Hij at vlees, dronk bier, keek enkel naar vrouwen en voetbal. Maar plots verloor hij zijn mannelijkheid. Hij begon zich in te smeren met dagcrème, kruidenthee te drinken, zijn ballen te scheren en zelfs zijn eigen hemden te strijken. Maar er is hoop. Twee echte mannen met maar één missie. De man terugzetten waar hij ooit stond. Dit is het Man Liberation Front. Goedenavond, mannen, en welkom op de 8e en tevens laatste aflevering van het MLF. Losers. Pas op, volgende week komt er nog een compilatie, een soort best-of, van het beste van 8 weken MLF. Het belooft vanavond in ieder geval een spannende aflevering te worden, want we zien vanavond live in deze studio en op 2B wie de winnaar wordt van onze grote I-factor finale. Tom Waas en Eddy Plankaert strijden tegen elkaar met als doel Peter te worden van het MLF. Ja, ik krijg hier even iets binnen in het oortje. Het blijkt dat Philippe op locatie is bij die mannen. We gaan nu rechtstreeks en live over naar Philippe. Philippe? Ja, Jan, ik ben hier live op locatie. De spanning is hier te snijden, Jan. Ik zie al een vurige blik in de ogen van een Tom. Moeilijke verliezer, dus dat belooft. En de Eddy, ja, die heeft weinig fans, dus die is niet zo goed gezien. Tom, misschien een woordje commentaar. Eddy, misschien iets? Ja, zeer vlot een babbel, Philippe. Ja. Misschien is het best dat je naar de studio komt, hè? Ja, Jan. Oké, Philippe. Voilà, straks I-factor. Terug over naar jou, Jan. Ja, Philippe, over naar mij. Straks I-factor, maar er zijn natuurlijk nog vele andere dingen te bespreken in deze aflevering. Ja, want we moeten godverdomme blijven strijden. Zolang er een kuisproduct bestaat dat Mr. Proper heet... Zolang er mannen in linnenbroeken rondlopen die zeggen dat ze dat wel lekker vinden zitten... Zolang dat er mannen zijn die denken dat ze moeten presenteren op 5TV... Moeten we blijven strijden. Want wat zijn we anders? Dan zijn we toch een bende losers, toch? En dat hebben we proberen duidelijk te maken deze 8 weken hier in de studio. En nog voor ene keer wil ik het doen. Vrouwen en mannen, echt mannengedrag is oké. Ja, we zijn al mens genoeg om toe te geven dat echt mannengedrag in het verleden al wel eens fout is afgelopen... Dat geven we toe. Dat geven we toe. Ah!
voilà. Kijkcijfers gegarandeerd. Ik zou zelfs durven zeggen, kijkcijfers verzekerd. Dat is hetzelfde, Filip. Ja, maar het volgende filmpje gaat over verzekeringen. Dus ik dacht, dan gaan we ook naadloos over in het volgende filmpje. Snap je? Gebroeders Verdout had meer dan 8 jaar ervaring. En daarom willen wij u graag voor het volgende waarschuwen. Wanneer u het totaal niet verwacht, kan plots het noodlot toeslaan. En wanneer dat gebeurt, zal je vrouw je herinneren door wat je achterlaat. Dit is natuurlijk niet echt de herinnering die je zou wensen. Schrijf je daarom vandaag nog in voor de enige echte uitvaartverzekering. Gebroeders Verdout. Wij gaan op de volgende manier te werk. Onmiddellijk na uw overlijden schieten wij een actie. Wij gaan op zoek naar uw echtgenoot en brengen haar op een zeer diplomatische en ingetogen manier onder verdoving. Terwijl zij bekomt van de schok, gaan wij in uw huis op zoek naar sporen van uw losbandigheid. Het is een buttcrusher. Wij laten niets aan het toeval over. Verstop de pornoblaadjes. Drugs. Dankzij de uitvaartverzekering Gebroeders Verdout wordt uw nagedachtenis niet deze, maar deze. Vertrouw op Gebroeders Verdout. De nieuwe mannendingetjes en die moeten uit ons gedrag. En we beginnen met dit. We hebben jullie een uur geleden, als jullie binnenkwamen in de inkomhal, is gefilmd. Kijk goed. Ja. Tussengasten. Waar zijn jullie allemaal mee bezig? Waar zijn jullie mee bezig, mannen? Waar is dat ontstaan, dat kussen? Dus er kwamen mannen elkaar tegen, die gaven elkaar een hand. Die denken, nee, deze is niet genoeg, we gaan een kusje geven. Ja. Zo. De ridders deden dat ook niet, kerels. De ridders en de Romeinen, die deden... Het E-team deed dat zelf niet. Nooit gezien. Wat is de reden dat je plots begint te kussen? Dat vraag ik mij af. Dus er is toch niets moeilijk mee een hand te geven? Ga je rug recht. Geen kleine rugkromming om dan over te gaan tot kus. Je blijft gewoon recht en je houdt 50 centimeter. Moeilijk kan het toch niet zijn? Het kan toch niet moeilijker zijn? Bij de voetbal, mode is even buigen voor een kloppakje te geven. Maar dat is dan ook alles. Kussen doen we niet. Ja, goed gezegd. Ja. Bedankt. En daarom onze laatste oproep, echte mannen kussen niet. En we maken dat duidelijk met de slogan, een hand kun je krijgen. Een hand kunnen krijgen, dat is onze oproep. Dus als er een van uw vrienden binnenkort of straks vooroverbuigt om een kusje te geven, je doet gewoon een hand kunnen krijgen. Voilà. Zo simpel is het. Kussen is iets dat gebeurt tussen mannen en vrouwen en verder... Ah ja, en ook wel tussen vrouwen en vrouwen. Ja. En ook wel. Ja.
Welkom terug, heren, in het... Eén zwijgen. Welkom terug, heren, in het laatste deel van de laatste aflevering. 8 weken hebben wij geprobeerd om van jullie echte mannen te maken en het is ons aardig gelukt, hè, Philippe. 2-3, goed uit. Ah, voilà. Je kunt van het programma vinden wat je wilt, ofwel vond het goed of je vond het slecht, maar het was in ieder geval echt mannelijk. Ja, we hebben ook aan jullie toekomst gedacht. Wij gaan niet, als het gedaan is, straks met deze aflevering jullie zomer overlaten aan de gevaren van televisie. Nee, want wij weten dat televisie in handen is van de nieuwe man. Balven op Tobini. Tobini, nee. Waarom worden we anders overspoeld met programma's, zo eigenlijk emotionele stroomprogramma's, zoals Fata Morgana? Ja. Of het leven zoals het is met die onderwerpen dan van dierenkliniek, de zoo. Ja. Allemaal van die emotionele onderwerpen waar dat geen enkele man iets van heeft. Nee. Daarom willen wij een voorstel doen om een echt mannenprogramma te maken. Met ingrediënten die echt voor mannen bedoeld zijn. Ja. Auto's en lekkere wijven. Het is maandagmorgen en al behoorlijk druk bij Carwash Jacques. Maar plots ontstaat er tumult bij een van de auto's. Cindy heeft haar nagel gebroken. Mijn nagel is gescheurd! Mijn nagel is dus gebroken door die spons en hier is hij echt keislecht. En is wel pijn. Maar met een baas weigert om nieuwe spons aan te nemen en ik heb het al 2 en... De meisjes laten het hier niet bij. Ze leggen het werk neer en trekken naar het bureau van Jacques om hun beklag te doen. Ze leggen Jacques hun sponsenprobleem uit. Maskers, ik heb geen geld voor nieuwe sponsen. Geen geld. Oké, maar zonder nieuwe spons gaan wij niet werken. Waarom mogen we eigenlijk niet met die spons werken? Ja, waarom mogen we dan niet meer werken? Gulle wil met mijn spons gaan werken. Mijn spons, dat is een spons, dat is een Cypriotische spons. Daar werk ik al 15 jaar mee. En niemand trok mijn sponsen aan. Niemand niet. Verstaan? En wie gaat dan de auto's wassen? Jacques denkt een oplossing voor het probleem gevonden te hebben en begint zelf auto's te wassen. De klanten vinden het echter niet zo'n goed idee en druipen één voor één af. Bij het zien van hun gebroken baas krijgen de meisjes medelijden met Jacques. Een week later komen de meisjes zelf met een oplossing op de proppen. Als er geen geld blijkt te zijn voor nieuwe sponsen, dan doen ze het gewoon. Zonder. Volgende week in het leven zoals het is. De topjes van de meisjes zijn kapot. En er is geen geld voor nieuwe. Jullie weten wat er nog moet komen, de I-factor. Straks gaan Eddie en Tomme tegen elkaar opnemen in een superspannende strijd om het peterschap van het MLF. Geef onze 2 helden een applaus. Eddie en Tomme. Jullie staan hier in de finale. Maar hoe jullie hier geraakt zijn,
zien we nu. Om het even wat hij doet, Tom wil winnen. Schiet! Stop! Heeft hij gewonnen? En Tom is ook zo'n harde en slechte verliezer. En ik ook. Ja, ik verlies ook niet graag. En ik heb hem geraakt. En dat deed mij deugd. Dat deed mij echt deugd. Ik ga winnen. Ik gok op Tom. Ik gok op Tom. Ik heb van mezelf het gevoel dat ik het onder controle had. Ik denk dat Eddy wat stinkt. Eddy heeft een loopgeet gisteren. Het is goed. Om het even wat we gaan doen, vrouwen versieren. Om het even wat, het zal op scherp van de snee zijn. Wie wint er? Ik. Sowieso. Ik ben hier voor de vorm, hè. Ik doe mee met die mannen, maar... Lekker kippen vangen, dat is specialiteit. Ik heb ze! Ik had maar oog voor één kip, dat was die grijze kip. Zei, dat wordt mijn kip. Die net is zot, hè, die sprong gewoon op de beton. Dat is inzet. Dus hij verdient het wel om te winnen. Ik zeg altijd, als ik het met tegenstanders moet beschrijven, dat Tom Waas de gevaarlijkste wordt. Vooruitrijden en proberen te parkeren. Ik had nog een foutje gemaakt met de achteruit, denk ik. Oh. Twee plaatsen in de finale, hè. Dus die eerste is sowieso voor mij. Kom maar, Tom, kom maar. En de tweede is voor... Ik denk voor de Sam. Ja, Joris. Je hebt er al beter uitgezien. Hè? Kan mij toch niet laten kloppen? Door Sam Joris op de fiets. Als ik liefde. Allee, waar zijn we mee? Ik ga voor een kilometer... Schrik van een Eddy? Nooit. Het zal op scherp van de snee zijn. Zowel Tom als ik. We gaan door de muur, denk ik, in de finale. Daar ben ik van overtuigd. Maakt me niet te veel zo. Denk dat je twee straffe finalisten bent. Dat denk ik. Door merg en been. Dat is goed. Voilà. Genoeg getaffeld, denk ik. Eddy, wie denkt jij dat er gaat winnen? Dat is toch een stomme vraag. Ja? Tuurlijk. Okay. Tom, wie denkt jij dat er gaat winnen? Ik, sowieso. Ja. Sowieso. En wie denk jij dat er gaat winnen? Je kan meespelen in sms'en. Als je denkt dat Eddy plank... Philippe. Kan ik gewoon eens doen. Het in mijn leven is een missie, ik denk het wel. Ik heb het gewoon eens gedaan, hè, Jan. Ja. Tom. Eddy, kom maar naar voren. Ik zal het spel even uitleggen. Je ziet een blok hout en je ziet een nagel. De bedoeling is om ter snelste in 3 minuten de nagel volledig in een blok te kloppen. Ja? Moest hem er niet volledig in zijn na 3 minuten, geen probleem. We hebben een lintmeter en we gaan meten wie het verste erin zit, is gewonnen. Een bijkomende moeilijkheid, Eddy en Tom, is een touw die tussen jullie wordt ingespannen en die is te kort. Ja. Dus we hebben een proef met coördinatie, kracht, uithoudingsvermogen en een hamer. Mannelijker kan een banani. En om jullie beter te motiveren, worden jullie ook aangemoedigd door onze MLF-babes. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1, ja! Kom aan, Eddy! Kom aan, Eddy! Kom aan! Eddy! Kom aan! Ja, Eddy! Eddy! Onmogelijk zon!
wat dat is, hè. Voilà. Dat is hier eens even, hè. Kom. Ga hier een beetje kloppen. Zijn ook... Hey, start! Op de nagel! Start! Op de nagel! Maar je kunt ook gewoon kloppen, hè, Tom. Eddie? Ja, Tom. Ga me weggaan, dan hebben we niks niet meer. Salukjes. Goed geprobeerd. Verliezen van een man die mijn grootvader kon zijn. Dat is... Onze Peter! Onze Peter van het MLF, Eddie Pankaert! Ja, mannen, de laatste aflevering van het MLF is een feit. Maar het MLF leeft verder onder ons, mannen. We mogen dat niet. Dat moet blijven leven. We moeten onze strijd verder zetten. Denk eraan. En volgende week is er nog een compilatieaflevering. Zeker kijken. Of niet, dat kennen we. Doe fut, want ik weer emotioneel, ja. Heren, ik zou willen vragen voor het MLF-lied te zingen samen met ons. Je zult wel zien hoe het gaat. Gaat allemaal recht staan. Allemaal recht. En we zwijgen. Jongens, sst. We zwijgen. We pakken onze buurman zijn handen vast. We pakken dat vast. Pakken vast. We pakken vast. Jongens, kom aan. Het is duidelijk, er is nog heel veel werk voor ons, hè. Maar heel veel mee bezig. Het is niet omdat ik dat zeg, dat Golle dat moet doen. Waar zijn we al mee bezig? Ciao! MLF is aan het doen, hè? Helemaal. Ze gaan ons bevrijden. Bevrijden. Bevrijden van de nieuwe man en van zakken. Zakken met voorgekapt hout. Dat is dus hout dat voor ons is voorgekapt. Hè? Hoe komen ze daarop? Normaal, voordat je de open aard aansteekt, gaat de svekken in zijn hof rustig twee uurtjes hout gaan kappen, gelijk een echte man. Maar nu mag dat niet meer. Hè? Nee, nu gaat die romantische avond een uur eerder van start. Dat is toch gemakkelijk, svekken? Gemakkelijk! Dat is keigevaarlijk! Gevaarlijk voor de soort! Rustig. Blijven is de boodschap. Gelukkig is daar het MLF. En de svekke is helemaal mee. Nogmaals, de svekke is helemaal mee. Bedankt, MLF.